We leven momenteel in een hele bijzondere tijd, waarin niets lijkt te zijn wat het is en niets blijft zoals het was. Dagelijks worden we uitgedaagd met prikkels, triggers en bangmakerij. Ik nodig je uit om juist nu dicht bij jezelf te blijven, jouw vibratie te verhogen en te gaan leven vanuit je hart. Welkom bij de Miss Natural Talkshow, waarin ik elke week praat met inspirerende gasten uit binnen- en buitenland, die zelf dit proces hebben doorgemaakt en hun ervaring, wijsheid en kennis delen. Tijdens de live-uitzending kun je vragen stellen door een reactie achter te laten. Hallo en goede avond en welkom bij de Miss Natural Talkshow. Leuk dat je zit te kijken. Mijn naam is Eva van Zeeland. Mijn platform heet Miss Natural Lifestyle, gericht op natuurlijk leven, biologisch eten en bewustwording. Maar dat niet alleen. Ik heb mij onlangs zijn we een heel mooi initiatief gestart en dat heet Onafhankelijke Pers Nederland. Dus je zult mij zien in verschillende rollen, maar ja, mijn rol, mijn taak blijft hetzelfde, mijn missie blijft hetzelfde en dus zoveel mogelijk bewustwording creëren. Maar je kunt OPN zien als het kanaal waarop ik uit ga zenden ook. Vanavond live, OPN 1. Misschien beginnen we met OPN 2, hè? Dat is NPO. Ik praat vandaag met twee organisatoren, twee hele bewuste mensen. En dat zijn Heidi en Ferdinand, want die zijn opgestaan, uprising, zo heet ook de groep die ooit begonnen is door Jinta. En Jinta, zij was de organisator van de eerste parade voor vrijheid. Want daar gaan we het over hebben. En dat was toen in Utrecht op Bevrijdingsdag, 5 mei. En ik heb toen ook meegereden. Dat was eigenlijk mijn eerste rijdende demonstratie, om het zo maar te noemen. Maar dat is toen zo goed bevallen. Want het heeft gewoon een heleboel voordelen als je door de woonwijken heen kunt rijden. We waren vandaag ook op zondag, het is 7 juni. Waren we in alle grote steden waren ze aan het rondrijden door de woonwijken. En dan kom je dus echt bij de mensen thuis, om het zo maar te zeggen. Ik zal het nu even wat beelden delen van die ik heb geregistreerd toen ik in Eindhoven vandaag was. Even kijken welke ik moet beginnen. Ik denk dat het deze is. Dus even kijken. Iedereen zit mijn berichtjes te sturen. Zal ik dus even allemaal eerst moeten wegklikken. Dus kijk even naar, ik zal even het beeld iets groter maken, hoe ik dat vandaag heb ervaren. Yes. Hallo allemaal, ik ben vandaag in Eindhoven. We zijn hier omdat er een nieuwe parade voor onze vrijheid gehouden wordt. En dat is in het hele land vandaag, 7 juni. Alle grote steden, maar ik heb ervoor gekozen om even naar Eindhoven te gaan. Mijn stad, waar ik geboren en getogen ben. En je ziet hier al de auto's staan. De mensen verzamelen zich hier. En ik wil met jou wel even praten over waarom jij hier bent. Ja. Yes. Nou, ik ben hier omdat we Unite to be free. Unite to be free, ja. Dit is jouw auto. Dit is mijn auto. Zullen we even erbij gaan staan? Dat is misschien wel leuk. Even kijken. Kom bij ons hier even staan. Yes. Yes. En wat is jouw naam? Delilah. Ja. En waarom is het zo belangrijk dat we vandaag hier ook weer aandacht aan geven en Eindhoven proberen wakker te maken? Ja, het is heel belangrijk om het samen te zijn. Om die anderhalve meter. Ja. Die anderhalve meter, dat zeggen wij hier ook, dat is niet het nieuwe normaal. En het nieuwe normaal is samen, is unite, is met elkaar. En daar gaan we verenigen. Ja. En dat is het nieuwe normaal, dat is de nieuwe wereld. Ja. En dat we gaan delen, ook in geld gaan delen en elkaar gaan helpen. Ja. En daarmee komen we verder. En mag ik vragen wanneer jij open ging, zeg maar, wanneer jij bewust werd wat er allemaal gaande was in de wereld? 20 jaar geleden. Ja. Met wat werd jij bewust? Wat was het moment? Toen ik van alles in de lucht zag bewegen en dacht, dit komt niet uit vliegtuigen. Ah. Dit is iets anders. En ben je dat gaan uitzoeken? Ben ik gaan uitzoeken, ja. Oké. Okay. Ja, ik kwam allerlei verhalen tegen en ik kwam een verhaal tegen van Anunnakis en van, die was toen van de BBC. En die ging toen voor het eerst op video's en toen ging het verder. Ja, ja. En dan als je het eenmaal ziet, dan kun je het niet meer ontzien en dan ga je er verder in verdiepen, denk ik. Yes. Dat het bij jou ook zo. Ja. Nou, ja. Goed. En vandaag, met hoeveel auto's denk je dat we hier zijn? We zijn met 12 auto's. Ja, er zouden eigenlijk 20 meerijden, maar uiteindelijk toch wat minder mensen. Ik weet ook niet, het komt natuurlijk ook door dat wat we allemaal zien op media, van rellen en toestanden. En dat nodigt ook niet uit natuurlijk, maar er zijn veel meer mensen die dit willen. Ja. En die wij, we zijn de eerste keer hier, dus we beginnen en het is een groeiende groep. Dus
Ja, ja, ik heb eerst in Utrecht toen meegereden. Jinta was toen de organisator. En ja, dat was gewoon een leuke optocht. Dus dit is ook gewoon goed gekeurd door de gemeente aangevraagd officieel. Dus daar kan eigenlijk niks geks mee. Dus laten we even een rondje lopen wat hier allemaal nog te zien is. Kijk, daar hebben we nog een hele mooie 1,5 meter in de grondwet. Waarom? Ja, want dat is ook nieuw, hè. Dat is dat in de grondwet gaan zetten. Dus deze is echt super mooi gemaakt. En hier hebben we nog Liefde is waarheid. Willen jullie nog iets zeggen op Facebook Live? Ik heb iets zeggen. Ja, gewoon over waarom jij het meedoet. Oh, waarom ik meedoet? Ja. Nou, ik doe vooral mee vanwege dus inderdaad dat er meer liefde moet komen. Mm. Liefde met bewustzijn, want dat is het belangrijk. Bewust worden van wat er allemaal speelt momenteel in de wereld. Hè? Ja. En dat je dat vanuit liefde op gaat lossen, want liefde is het enige wat werkt. Mm. Liefde en waarheid. Ja. En daar wordt een mens bewust van. Ja, maar en de waarheid, wat is nou waarheid? Heel veel mensen vinden dat lastig. Hoe kom jij achter wat voor jou waar is? Gewoon terug naar je hart, van binnen. Dat is de waarheid. Niet vanuit het hoofd. Hoofd zit angst. En in het hoofd wordt ook alles opgeslagen wat je wordt opgelegd door de buitenwereld. Maar de waarheid zit in je hart. En dat is ook het enige. Je hoeft alleen maar naar binnen te gaan bij jezelf. En dat vind je geweldig. Kijk, mijn knuffel. Kijk, zo is het ook, mensen, ja. En hier, hoe vrij zijn jouw... inderdaad, dus hartstikke... Kom jij hier vandaag meedoet? Nou, omdat ik genoeg vind. Ik ben nooit bezig demonstreren of zo, maar... Wat nu gebeurt, het gaat me echt te ver. Ik kan weinig doen, maar dit is weinig wat ik eigenlijk kan doen. Zeg maar. Ja, precies. Nou, goed dat je erbij bent. En waar is jouw auto? Ik ben daar. Ah, kijk, cool. Ga eens even kijken, want deze vind ik ook wel mooi. Draai hem er even om. Een nieuwe normaal, verplichte vaccinatie, media, propaganda, willen we dit? Kijk, dit heeft al geld gekost, hè? Dit heeft al geld gekost. En wil iemand hier nog iets over zeggen? Kijk, jullie dames, jullie zijn er prachtig vrolijk uit. Want te demonstreren hoef je niet te boos uit te zien. Nee, juist niet, toch? Het is vanuit blijheid en liefde. Ja, het is vanuit inderdaad blijheid en liefde. En dat iedereen gewoon het recht heeft om zelf te beslissen. Ja. Dat vooral. Dat iedereen gewoon zelf mag beslissen of hij wel of niet anderhalve meter whatever. En we gaan voor volledige vrijheid. Ja. En mag ik vragen wanneer jij open ging, wanneer jij wakker werd? Nou, ik geloof dat ik vanaf mijn 20ste al bezig ben. Ja. Maar goed. Waar begon het dan mee, toen je 20 was? Ja, bewustzijn. Toch wel. Eerst eigenlijk gewoon heel simpel door middel van massages en zo. Maar gewoon ook dat ik dacht van, er is veel meer dan dit. Er is veel meer. Ja. En het gaat erom, uiteindelijk is alles liefde. En energie. Kleurplanttrilling. Ja, dat doe je ook voor je werk. Ik geef heel veel workshops. En ik op het gebied van vrouwenkracht. Je bedrijfsnaam? Nou, Jade is het. Jade, ja. En heel veel retraits in binnen- en buitenland. En mensen gewoon ook weer laten groeien, maar mezelf ook natuurlijk. Ja, en vervoelen alles. Dus eigenlijk alles op het gebied van ontspanning. Hmm. Ja, en wat doe ik? Massages. Ook inderdaad workshops op het gebied van... eigenlijk ook met jongeren. Autisme werk ik ook veel, dus dat is ook fijn. Ja, er komt binnenkort een mooi nieuw boek binnengekregen over stop de autisme. Wat was het? Ik ben de titel niet helemaal, maar dat het inderdaad op een andere manier ook opgelost kan worden. Helemaal leuk, goed dat je er vandaag bent. Ik ben trots op je dat je er ook bent. Dat iedereen die hier staat, die er is. Ook al zijn er niet superveel mensen, maar ja, jullie zijn er wel. Hè? Ja, zo is het. Ja, dus ik kom later nog wel even terug vandaag. En wil je nog komen? Het is in Eindhoven, maar in alle grote steden. Dus doe je bijdrage, zou ik zeggen. Ik ben Eva van Zeeland van Onafhankelijke Pers Nederland. Yes. Dus dat was even een kort verslag. Ik heb zo nog wel een stukje hoe we inderdaad uiteindelijk nog door de politie werden aangehouden. Ik heb hier een hele stapel papier liggen. Ik moet even dit wegdoen. Maar ik ga nu even mijn gasten erbij halen. Om aangifte te doen tegen Hugo de Jonge. De volgende video die dan automatisch start. Maar ik ga Heidi erbij halen. Oh ja, geef maar even het boek waar ik net niet op kon komen. Dat is dit boek. Stop de autisme-epidemie.
En dit is geschreven door J.B. Handley. En dat is echt een heel interessant boek. Waar ik binnenkort zal ik met hem ook een talkshow doen. Omdat hij heeft zoveel kennis, deze man. En dat is zo interessant. Dus, maar ik wil het boek eerst zelf lezen. Dat is altijd wel handig voordat je iemand gaat interviewen. Dat je een boek zelf leest. Dus die had ik nog te goed. Ik ga naar Heidi. Heidi, zij zit er helemaal klaar voor. Zij was de organisator voor de Parade voor Vrijheid in Eindhoven vandaag. Dus welkom Heidi, leuk dat je erbij bent. Hey. Yes, ik kan je horen, je bent goed te verstaan. Nou, en zit je nu te kijken, je kunt vragen stellen, zodat ik ze ook in beeld kan brengen. Ik zag net een beetje rare vragen voorbij komen, mensen. Het lijkt wel of er trollen op mijn paginalijn zitten. En de mensen die ook zitten te kijken, kijk even naar die comments die hieronder staan. Want ik ga ze niet eens in beeld brengen, want het gaat echt helemaal nergens over. Dus dat krijg je als je je kop boven het maaiveld uitsteekt, Heidi. Dan gebeuren er soms gekke dingen, hè? Helaas wel, ja. Hey, maar voor jou, eigenlijk is dit voor jou doodnormaal wat je doet, want zo heet ook je bedrijf, was ik doodnodig. Ja, heb je goed gezien. Uit die angst te komen, hè? Want dat ja, inderdaad. Kan je vertellen wat je doet, Heidi, in het dagelijks leven en waar jouw passie ligt? Nou, mijn passie ligt eigenlijk al mijn hele leven bij het thema de dood. En dat klinkt heel negatief, maar ik zie dat helemaal niet negatief. Ik zie dat meer als een... een metafoor voor veel meer dan alleen maar de fysieke dood. Mm-hmm. Ik ben van huis uit overledene verzorgster, dus ik werk in de uitvaartbranche. Maar daarbij doe ik ook veel meer andere dingen die ook met de dood te maken hebben. En daar hoort ook een stukje transformatie bij, want de dood is ook een stuk transformatie. En zonder dan meteen zweverig te willen klinken, want ik voel de commentaren al komen. Het heeft niks met zweverigheid te maken. Het heeft gewoon te maken met wakker worden en om je heen kijken. En transformeren betekent dat je ontwikkelt, dat je verder gaat en dat je opstaat voor iets nieuws. En ik denk dat wij nu in een periode zitten waarin we daar enorm mee te maken krijgen. En we kunnen keuzes maken. Wil jij opstaan? Wil je om je heen kijken? En durf jij open te gaan staan voor transformatie en voor verdere ontwikkeling, bewustwording van wat gebeurt hier nou eigenlijk? Of hou je je oogkleppen op en zet je een melkkorfje op en doe je maar gewoon wat er je gevraagd wordt. En alles wat daartussenin zit, hè? Want er zijn ontzettend veel mensen die op heel veel verschillende manieren in deze situatie staan. En dat is prima. Maar ik voel het toch in die zin wel, voel ik me wel geroepen om ook op te staan, om mensen ook, weet je, wakker te schudden vind ik een beetje negatief klinken en arrogant, want zo zou ik het ook niet willen zeggen. Maar wel kijk eens naar iets anders dan alleen het 8 uur journaal en lees eens iets anders dan alleen maar de krant die op zaterdag in de bus komt vallen. Ja, de partykrant bijvoorbeeld. Je hebt hem ook. Ja, ik heb hem, En wat me heel erg aanspreekt aan deze flyer, want dit zijn de flyers die we vandaag hebben uitgedeeld, samen met de andere krant. En de andere krant is ook echt een fantastisch initiatief, die ook vanuit thematiek werkt. En nu is thematiek ook echt vrijheid. Ja. Maar op die flyer staat, er klopt iets niet. En dat is ook zo, er klopt iets niet. En heel veel mensen voelen dat er iets niet klopt. Zo zijn wij eigenlijk met een groep mensen bij elkaar gekomen. Onder andere vandaag, maar ook op 5 mei inderdaad. Daar was jij ook bij, hè? Ik heb jou toen niet gezien, of wel? Hebben we elkaar toen... Nee joh, maar we waren met 150 auto's. Ja, dus, dus er zijn heel veel mensen die we niet gezien hebben. Maar we hebben elkaar wel gevoeld en aangevuld. Ja. Het was gewoon heel fijn om dit te doen. En ik merkte gewoon dat het heel veel positieve reacties... gaf. We hadden zoiets van, dan gaan we gewoon weer doen. Dus vandaar. Je mooi in beeld kan brengen, de foto's. Misschien is dit het beste. Ja, nou, een paar beelden. Ik vond echt professionele bestikkering en borden. Dat heeft best wel wat geld gekost voor sommige mensen. Ja, sommigen hebben wel. Ja. Ja, hè? Dat is echt professioneel eruit. Ja, we zijn met een groep mensen bij elkaar gekomen die... allemaal op persoonlijke titel komen. Dus we komen niet uit naam van een organisatie. We komen allemaal op eigen titel. En iedereen heeft zijn of haar eigen reden om daarbij aanwezig te willen zijn. Ja. En we vullen elkaar er allemaal heel goed in aan. En we weten ook precies waar we voor willen staan. Maar iedereen heeft natuurlijk ook zijn eigen persoonlijke intenties. De ene die richt zich op het een wat hij vervelend vindt. Bijvoorbeeld de 1,5 meter samenleving. En andere mensen willen zich meer richten op het thema vrijheid of bewustwording. Kan van alles zijn.
En zo heeft iedereen zijn eigen boodschap of zijn of haar eigen boodschap te brengen. En nou, daar kregen we een heel kleurrijk geheel van spandoeken en ballonnen. En, ja, super. Dat was een hele vrolijke tocht. Ja, ja, en ik heb mijn auto ook nog snel even beplakt. Dat doe ik dan meestal met de laatste pagina uit de andere krant. Hè. Tips voor mensen die nog gaan meedoen. Pak de ene laatste pagina en die plak je gewoon een heleboel keer achter je ruit. Dat is heel snel. En deze had ik er nog bij gedaan en dan... We hadden nog hartjesballonnen, want op een gegeven moment dachten ze dat wij een bruidsstoet waren. Oh ja? Een bruidsstoet. Ja, dat hoorde ik iemand zeggen toen wij dus met die politie in aanraking kwamen. Misschien kan ik dat fragment ook nog even delen. Volgens mij is dat namelijk deze. Misschien nog grappig om even kijken hoor, hoe dat ging. Ja mensen! Oh nee, dat was eerst nog een ander. Dit is de Fabeltjeskrant. Dat doen we normaal. We hebben dat gelezen. De Fabeltjeskrant. Ik rij nu mee in de parade voor onze vrijheid. We rijden nu door de wijk Bliksembos in Eindhoven. En ja, woon je daar? Nou, moet je ons kunnen horen nu. Ik zal even draaien. Ja, ik vond het leuk dat we echt gewoon door al die... Hè? Dus ik denk dat we een tocht van... steden, wijken. Ja, zo'n 15 auto's of zo. Ja, hoeveel auto's waren er, Heidi? In totaal 12. Dat was echt een heel stuk minder dan aanvankelijk de bedoeling was. Helaas zijn er toch een aantal mensen die dan op het laatste moment of niet kunnen. Of misschien schrikken of iets dergelijks. Of het moeilijk vinden. Ja. Dus, maar ik denk dat het goed was, want we konden de optocht heel goed bij elkaar houden. Dus het was een mooi aantal om goed bij elkaar te blijven. Ja. En als je met ontzettend veel auto's bent, dan is het gewoon heel lastig zonder politiebegeleiding. Wat we in Utrecht wel hadden. Hè? Ja, dan was alles begeleid met de politie. Maar waarom was dat hier niet? Kon dat niet? Of, In Eindhoven wordt dat op de een of andere manier niet gedaan. Dat is gewoon een afspraak die in de gemeente gemaakt is. Iedere gemeente gaat er weer anders mee om. En in Utrecht is het zo dat politie daarin wil assisteren of ondersteunen. En in Eindhoven doen ze dat niet. Mm-hmm. En ja, wat daar precies de reden van is, weet ik ook niet. En als er dan een groot evenement is, word je eigenlijk geacht om dan zelf gecertificeerde verkeersregelaars in te huren. Maar dan heb je het echt over hele grote organisaties. En wij zijn hier gewoon een persoonlijke titel. En dus dat hebben we niet gedaan. En we hebben gewoon goed geoefend van tevoren. Maar dat kolonnenrijden ging hartstikke goed. Hoe oefen je voor zoiets? Nou, door sowieso de route goed te rijden. En te kijken waar de knelpunten zitten. En waar de verkeerslichten zitten. Wat je kunt verwachten. En of je ergens een weg over moet steken. Die misschien wat risico's met zich meebrengt. Maar dat ging eigenlijk heel erg goed. Het enige wat vandaag wel even spannend was. Of spannend. Een uitdaging. Toen was jij inmiddels al weg. Want jij bent halverwege gegaan. Ja, dat gegaan, heb ik gemist, ja. Dat eerst in de stad werden aangehouden door handhaving van, goh, wat komen jullie hier doen? Die waren niet op de hoogte van onze aanvraag, van onze melding. Dus, Kan ik dat laten zien? Want dat heb ik hier volgens mij nog wel op beeld. Dat we ongeoorloofd toeten. Even zien, hoor. Dit laat ik die nog even zien. Want ik wilde alles dus downloaden, hè, van die filmpjes, maar van elk filmpje is de helft geluid weg. Dus ja, het is gewoon... maar daar waren de men niet mee hoor. Want naderhand op het station werd het nog een stukje erger. Ja, maar wacht. Dan doen we eerst een stukje laten zien. Even spoiler alert. Hè. Doen we even kijken of ik dit nog kan beeld brengen. Dus hier zie je de politie staan. Ja, ik ben nu live. Je ziet hier de politie staan. En ze zeggen nu dat wij, zijn het centrum van Eindhoven, dat wij op kenteken nu €400 boete krijgen omdat we ongeoorloofd toeteren. Dus klaksoneren, dat nu op kenteken, dan gaan ze ons zeggen dat wij €400 boete krijgen. Omdat we dus nu met die parade rijden. Nou, dat lijkt mij een beetje overdreven, want volgens mij is dit gewoon een aangevraagde demonstratie die wij nu hebben. En dan krijg je dus toeteren, maar dat mag niet. Ja, ik denk, dan blijf ik ook toeteren ook, ja, als ik toch al een boete zou hebben. Voor. Ja, wat is dit voor de wereld waar we in leven? Het is erg te gek. We hebben nu echt, ik vraag me echt af mensen, dus ik ben hier om de Fabeltjeskrant uit te delen. En nou ja, dus dat was even nog... maar vertel, wat heb ik gemist? Wat gebeurde er? Waar waren jullie dan? Was Stadhuisplein of waar was dat? Nee, wij zijn de stad doorgereden. En uiteindelijk kwamen we via het station terug. Hadden we afgesproken om een paar rondjes station te rijden. Mm-hmm. Zodat de bijrijders wat konden uitdelen. En toen werden we staande gehouden door dezelfde mannen van de handhaving die ons al eerder... aanspraken. Maar nu waren ze met 8 man sterk. En dat was een heel toneelspel op het station met politie erbij. En
nou ja, een hoop overleggen. Want ze, ja, het was toch niet duidelijk doorgekomen dat deze aanvraag goedgekeurd was. Ik heb netjes mijn huiswerk gedaan. Ik heb alles goed afgesproken met gemeente, politie en alles afgetikt eigenlijk. Heb je meegenomen dat je kon laten zien, zo van kijk. Nou ja, het was allemaal niet goed genoeg. En, dus het moest allemaal met de hogere hand en met de meerdere moest het weer besproken worden. Maar die moeten dan op zondag ja, misschien toch van het terras of van thuis gehaald worden. Dus er moesten allerlei telefoontjes gepleegd worden. En ja, voor ons voelde het eigenlijk van de bedoeling is om ons af te remmen of oponthoud te veroorzaken. Of in ieder geval misschien iets te creëren waardoor mensen denken van nou... we gaan maar niet de straat op, we steken onze kop maar niet boven het maaiveld uit. Dat is in ieder geval de boodschap die ik eruit heb gehaald. Het is gelukkig uiteindelijk wel positief opgelost en de mensen die uiteindelijk de beslissingen namen, die waren ook positief en vrolijk en hebben ons met veel plezier weer laten gaan. En we zijn met onze muziek aan gewoon weer vertrokken en zoals we ook aankwamen rijden. Maar dat heeft ons wel bijna een uur oponthoud veroorzaakt. Ja. En ja, het veroorzaakt een heel circus. Maar ja, aan de andere kant vind ik het ook wel goed dat mensen ook zien dat er ook een positieve beweging kan ontstaan. En dat je gewoon met goede intentie, ja, dat je gewoon iets positiefs wil bereiken. En ik denk toch dat we dat voor elkaar hebben gekregen. Ja, nee, dus, zeker. En ik ben benieuwd hoe het in andere steden was. Dus daarom hebben we ook nog Ferdinand. Wil je er nog gewoon even bij blijven kletsen? Dan vraag ik ook even hoe het in Amsterdam is geweest. Ja, zal ik hem erbij halen? Gezellig. Ja. Ja. Want hebben jullie elkaar ooit ontmoet ook al? We gaan elkaar binnenkort ontmoeten. We gaan binnenkort met elkaar afspreken met de hele groep. Maar we hebben elkaar al heel vaak gesproken, hè, Ferdinand. Hallo, dame. Jee, leuk dat je erbij bent. Hoe was jouw dag? Daar zijn we ook naar benieuwd. Dat past je er ook bij. Die komt direct voor de laptop. Nee, onze dag was geweldig. We hebben gelukkig geen dingen gehad die het leven zaten. Ja, prima weer. Af en toe een paar druppels. Dat je niet zo makkelijk de auto uit kan om het uit te delen. Maar dat was maar heel kort. En verder ja, lekker vrolijke muziek. Grote speaker. Alles aangevraagd ook natuurlijk bij ons. Nee, ik was niet de organisator. Ik regel mee. Nee, ik heb het gefaciliteerd meer voor de andere optochten. En met mensen met elkaar in verbinding gebracht. Mm-hmm. In Amsterdam werd door twee dames hier geleid. Ja, super goed aangepakt en ook gewoon echt geen anti-leuzen, die zijn nergens tegen, echt alleen maar echt voor bewustwording, voor persoonlijke groei, voor nieuwe inzichten, hoe we ook kunnen samenleven met, in deze maatschappij. Er zijn zoveel vraagtekens inmiddels dat het gegaan is. Ja, maar vertel even Ferdinand, waarom ben jij dit gaan doen? Wanneer ging jij open, dacht je van hallo, wat is hier aan de hand? Hier moet iets aan gedaan worden. Ja, goede vraag. Ik denk een maand of drie geleden. Ik denk dat ik toen een interview zag van Ronald Benaar. En die ging wat dieper in op hoe de geldstromen lopen. En ja, je hoort wel dingen over Big Pharma. En ja, dat leg je dan een beetje naast je neer. Van, ja, dat zal dan misschien wel iets van corruptie zijn, maar zo erg zal het ook niet zijn. Mm-hmm. Ja, ineens krijg je hier een coronacrisis over je. En ineens is een vaccin de uitweg. En dan ga je wel nadenken. Van, waarom is dat de uitweg? Er zijn ook andere manieren. Maar dat was echt jouw moment eigenlijk, wat heel veel mensen hebben. Dat ook tijdens de coronacrisis, dat ze dan pas echt inderdaad dat helemaal aan het doorzien zijn nu. Ja, klopt. Ik zie steeds meer mensen echt ineens echt hele diepgaande vragen stellen. Van, hoe kan dit? Hoe kan dat? Waarom is dat zo? Waarom worden daar geen vragen over gesteld? En dat valt me inderdaad wel op wat je zegt. Er zijn er echt heel veel mensen die... Ja, die term wakker worden vind ik inderdaad, wat Heidi net ook al zei. Het is niet iets binairs dat je offline of wakker bent. Het is een continu proces van inzichten opdoen. En dat is precies wat wij proberen na te streven met onze opdrachten. Om dat proces te ondersteunen. Dat mensen meer inzichten krijgen wat er gaande is. Ja, er zijn gewoon hele vreemde dingen. En als jij alleen maar naar de NOS kijkt, of alleen maar naar nu.nl, de grote media-outlets, dan lees je één verhaallijn. En dat valt wel op een gegeven moment. En als je nou naar de onafhankelijke pers kijkt, waar jij bij zit, dan zie je ineens hele andere bewijzen, ook wetenschappelijk onderbouwd. En dan, ik ben zelf wetenschapper van achtergrond, en dat vind ik raar. Okay, ja, vertel even, want ik weet eigenlijk helemaal niet wat jij in het dagelijks leven verder doet, Ferdinand, dan nu de wereld probeert te redden. Vertel daar eens over.
Nou, ik heb een eigen bedrijf en in ecologische ongedierte bestrijdingsproducten. En altijd wel. Ongedierte bestrijdingsproducten? Ecologische ongedierte bestrijding. Oh, ecologisch. Ah, kijk, dat klinkt al goed. Ja. En, kijk, want je hebt een mooie kat. Ja, mijn katje komt er ook graag bij. Die denkt, hey, mensen, wat leuk. Hij was wel eens alleen, ja. Hij is ook in quarantaine, hè. Voor hem is het ook niet leuk. Nee, snap ik. Hey, maar dus, maar je zegt wetenschapper? Ja, ik heb aan de TU Delft gestudeerd. Werktuigbouwkunde. Ik had altijd wel een fascinatie gehad voor dingen echt uitpluizen. En hoe zit dat? En nou, met die 3D-wereld waar wij in leven, daar kan je superveel mooie dingen bouwen. En heel veel dingen bewijzen en ook heel veel dingen voorspellen. Het is heel krachtig, die wetenschap. Dus je gaat er echt in mee van, ja, wauw man, wat een power zit daar. Mm-hmm. Op het moment kom je ook achter dingen dat bepaalde wetenschappelijke studies een financiering krijgen vanuit een bepaalde hoek. Ja, dat het politiek gebeurd kan zijn, ja. Ja, en dan begint het wel interessant te worden. Want dan zeggen mensen tegen mij, ja, je moet vertrouwen hebben in de wetenschap. En dan zeg ik, ja, ik heb vertrouwen in de wetenschappelijke methode. De wetenschappelijke methode is heel zuiver, heel puur om 3D-dingen aan te tonen. He, alsnog is het beperkt, want dingen als liefde, bewustzijn, intuïtie, creativiteit kan je niet aantonen met die wetenschap. Maar goed, het is heel krachtig. We kunnen ermee naar de maan. We kunnen er van alles mee doen. Ja, is dat zo? Nee, ja, ja, ik weet dat je daar vragen over kunt stellen. Je kan over alles debatteren, maar je moet ergens een fundament kiezen. En, kijk, voor mij is de wetenschappelijke methode is heel zuiver. Alleen waar de budgetten vandaan komen en wat ga je onderzoeken en wat wil je aantonen, wat is je hypothese, dat vind ik heel interessant. En dat zie ik nu dus ook. Van, er worden heel veel budgetten gereserveerd naar een bepaalde hoek. En dan denk ik, ja, waarom nou per se naar die hoek? En je kan het ook naar een andere hoek schuiven. Zoals dat malaria-middel wat laatst is ontdekt. Dat hele goede resultaten heeft getoond. Niet alleen in Frankrijk, maar over de hele wereld. Mm. En dan wordt dan aangetoond, ja, nee, het kan hartkloppingen veroorzaken. En het heeft meer bijwerkingen. En, nee, moeten we niet doen. Streep ze door. Klaar. En dat, wat kost dat om daarop door te gaan? Hè? De hele economie leidt miljarden schade. De KLM krijgt al 4 miljard. Maar en de HEMA misschien nu ook. De HEMA gaan ze ook misschien even redden, zag ik vandaag nog. HEMA, ja, wat is Amsterdam met de parade? Want wat jij zegt, kijk, de mensen die nu kijken, die zijn allemaal al bewust. Sorry dat ik daar even onderbreek. De meeste. Ja. Ik zie ook een paar hele aparte mensen reageren op mijn posts. Dus mensen zitten te kijken. Kun je die mensen even op hun plaats wijzen? Ferdinand, hoe was Amsterdam? Met hoeveel auto's waren jullie daar? Een stuk of 20. Ik heb ze niet geteld. Oké. Okay. Ja. En ook gewoon echt alle wijken van Amsterdam gehad? Of, Ja, het was een wirwar, echt een kriskras. En, ja, Amsterdam is natuurlijk heel anders. We waren ook even kwijt op een gegeven moment. Nou, hergroeperen, nieuwe parkeerplaats, jongens, zo en zo. Nou, vanaf toen gewoon bij elkaar gebleven. En nou ja, leuke muziek en ja, zo. Hele leuke tocht. Ja, leuke mensen, leuke tocht. En flyers kunnen uitdelen. En de andere kranten, die had je natuurlijk ook bij je, denk ik dan. En, ja, het is een tweede editie. Dus die je daar in je handen hebt, dat is een nieuwe versie van de 5 mei versie. Ja, dat is al de tweede druk. Weet je, en welke oplage deze nu gedrukt is? Want de eerste was 500, een half miljoen. Half miljoen. Deze is in 200.000 of een kwart miljoen gedrukt. Okay. En daar staat ook een editorial in. En ook iets meer over je eigen immuniteit wordt erop ingezoomd. Nou, leuk. Ja, een gouden krant. Echt heel goed. Ja, nou, top. Dus we hebben al weer meer zaadjes kunnen planten vandaag. En is dit iets wat we gaan herhalen? Want ik hoor heel veel mensen zeggen, oh, ik had het moeten weten, dan was ik erbij geweest. Kunnen we dit elk weekend doen? Wat zijn jullie plannen? Heidi, wat ga je doen? Ga je dit nog een keer doen? Nou ja, weet je, als je elk weekend zoiets gaat doen, dan denk ik dat het te gewoon wordt. En we willen niet, ja, het woord gewoon is en normaal is natuurlijk ook wel een beetje apart op dit moment. Ja. We willen onze hoofd boven het maaiveld uitsteken. En als je ieder weekend hetzelfde gaat doen, denk ik dat dat niet meer gaat opvallen. Dus wat we willen is gewoon iedere keer opnieuw op een positieve manier, vooral vanuit positieve instelling, aandacht vragen voor dit thema waar we nu middenin zitten met z'n allen. En heel veel mensen denken van, goh, het zal allemaal wel meevallen en we zijn er bijna vanaf. Het is echt niet zo. Ik denk dat het pas begint nu. En die veranderingen die zijn gewoon echt ontzettend moeilijk voor mensen om die te verwerken. En daar willen mensen in wakker maken. En dan gaan we allerlei verschillende manieren
voor bedenken. En we komen ook bij elkaar. En nou, er zijn al heel veel ideeën ontstaan. Maar er zijn nog een heleboel ideeën die nog los moeten komen. Dus, en jouw moeder, hè? Want jouw moeder zagen we net ook even kort in het filmpje. Die ik nog even op het einde knuffel. Ja. Zo'n leuk mens. Want zij voelde, zij was in één keer een risicogroep, hè? Nou ja, ze vindt dat helemaal niet leuk. Ja. Want mijn moeder die is 73 jaar. En die zegt, ik ben zo'n risicogroep. Ik ben een hartstikke gezonde vrouw. En ik wil helemaal niet gekleineerd worden. En ik hoef helemaal niet betutteld te worden. Ik heb heel mijn leven al opgestaan. En dat ga ik nou ook doen, zei ze. Dus wat dat betreft valt de appel niet ver van de boom. Want ik heb dat van haar overgenomen. En ik probeer dat ook gewoon voor te zetten. Dus risicogroep. Ja, het is maar net hoe dat je jezelf wil wegzetten. Ja, precies. Ik bedoel, als je gewoon goede gezondheid bent, je kan zelf in de angst gaan zitten, maar je kan ook in je vertrouwen gaan. En daar geloof ik veel meer in. Ja. Het is ook veel beter voor je immuunsysteem trouwens. Zeker. Om gewoon goed in je kracht te staan en in vertrouwen te staan dat we een virus ook wel weer overwinnen. Hoe verdrietig het ook voor sommige mensen is, hè? Want daar wil ik absoluut niet bagatelliseren. Nee, maar elke dag dood aan een heleboel verschillende ziektes. En daar er wordt zo weinig aandacht besteed aan de lifestyle, gezonde voeding en mindset. Mm-hmm. Ja, maar ik zie gewoon ontzettend veel leed. Er zijn ontzettend veel mensen die lijden. En er zijn inderdaad veel mensen die ziek zijn geworden. En er zijn een aantal mensen die overleden zijn. Er is zoveel meer leed op het moment wat onderschat wordt. En dat leed hoeft er helemaal niet te zijn. En daar staan wij ook voor op. Van laten we alsjeblieft mensen weer in hun kracht laten komen. Precies, ja. En op een positieve manier. Dat we de goede kant op gaan en dat het goed komt. Hè? Ja, een beetje zoals Trump dat dan wel doet. Wat heel veel mensen dan weer irritant vinden. Maar ja, zo'n leider wil je hebben. Iemand die zegt, we komen er weer bovenop. En de economie zal beter worden dan die ooit was. Dat zal... En ik denk dat leiderschap, dat heel belangrijk is. Want we willen niet onderdrukt worden. We willen natuurlijk niet in een soort van tirannie terechtkomen. Maar we willen wel leiderschap. Maar dat leiderschap moet ook wel echt vanuit het hart komen. En niet alleen maar vanuit belangen. En... Dus we zijn daar natuurlijk naar op zoek. Maar we willen in ieder geval wel op een positieve manier eraan bijdragen. En ik wil gewoon dat steeds meer mensen gaan opstaan. En we hoeven het niet te accepteren wat hier gebeurt. Ja, het mag toch niet zo zijn dat we onze kinderen maar gewoon een melkkorf mee in de bus geven. En dat het de normaalste zaak van de wereld is. Dat, voor mij is het onacceptabel. Met alle respect naar de mensen die lijden op het moment, die ziek zijn. Ik respecteer ook in het openbaar ook de maatregelen. Maar wil niet zeggen dat ik er genoegen mee neem. Er is veel meer dan dit. En we moeten veel verder gaan kijken. Ja. En zeker gezond leven. Ja, zeker. Ja. Maar ja, niet iedereen ziet dat. Hoe is dat in jouw omgeving, Ferdinand? Ben je, nu heeft iedereen zoiets van, wie is Ferdinand? Vrienden verliezen, je ouders die zoiets hebben van... hoe gaat dat bij jou? Ja, je post dingen op Facebook en dat roept bij een bepaald publiek wel behoorlijke vragen op. Van, wat is er met jou gebeurd? Ik wil juist niet dat dat voor verwijdering gaat. Klap van de windmolen. Wat zei je? De klap van de windmolen gehad, ja. Ja, kijk, en dan zien ze wel van, die jongen is wel vrolijk. En hij kijkt wel helder uit zijn ogen. En hij zegt wel zinnige dingen. Maar dat kan toch niet? En ik zie hun proces, zeg maar, wat ik ook... En dat is gewoon het moeilijke hieraan. Stapje voor stapje ga je dingen inzien. En ik heb ook vaak gehad van, dat kan toch niet? En dat is waar iedereen hiermee worstelt, van, dat kan toch niet? Mm-hmm. En weet je, dat komt dagelijks terug, van, dat ook nog? Nee joh, doe eens normaal. En dan, maar elke keer kom je daar wel weer op uit, van, laat het anders maar zien. En er moet gewoon meer transparantie komen en meer democratie. En anders krijg je, dit soort... wantoestanden, dat die spanningen toenemen in de maatschappij en dat er steeds meer vragen komen waar geen goede uitleg op komt. En zolang die uitleg niet komt, zie je die spanningen toenemen. Ja. Ik ben ook helemaal onrustig van. Je hebt altijd je kat nog. Ja, precies. En dieren oordelen niet. Nee, maar iedereen inderdaad, maar dat is het ook. We mogen allemaal door dat proces heen gaan, want dat je eerst inderdaad helemaal geschokt bent. Hè? Dat is gewoon het is net als je... Misschien kun je het vergelijken met Heidi, met doodverwerking. Dan ga je ook fases door. Hè? Dat je eerst gelooft dat iemand dood is. Kan je daarop inhaken? Zie jij daar een verband op? Ja, een verband. De dood is gewoon een metafoor voor zo ontzettend veel in het leven. Ja. En als er iemand overlijdt of als je dreigt iemand te verliezen, dan heb je ook te maken met rouwfasen. En dat zijn allerlei fasen die door verschillende experts beschreven zijn en er zijn weer verschillende rouwfasen, maar het komt er eigenlijk op neer dat er
Dat als je iets op je afkrijgt wat enorm op je inhakt, zeg maar, dan kan je een enorme shock raken. En dan heb je ook tijd nodig om die informatie te verwerken. En op een gegeven moment kom je in verzet en je komt op een gegeven moment wil je gaan onderhandelen om er onderuit te komen. En op een gegeven moment kom je in de overlevering of in de acceptatie. En dan ga je in het leven weer verder. En dat zijn eigenlijk die rouwfase. En dat zie je nu ook. Maar mensen zijn echt aan het zoeken. Ja. Omdat eigenlijk, wat hier ook niet staat, er klopt iets niet. Ja. En laten we daar gewoon heel eerlijk over zijn. Ja, en de dood klopt wel, want het is een normaal natuurlijk proces. Maar wat hier gaande is, dat klopt niet. Nee. En wij verwijzen ook aan van, ga dus naar je hart, want dat klopt wel. Ja, dat we ik denk dat voelen, ja. Inderdaad het interne navigatiesysteem, zoals ik dat dan noem, en dat je uit je intelligentie lockdown mag komen. Mooi. En weer gaat voelen, ja. Jij schreef, ja, op mijn keer op zijn kop, Eva, letterlijk op de kop slaan. Ja, op de kop, ja. Ik voel me. Ik heb een kabelbaan en daar ben ik opgesprongen. Iets te enthousiast met een wijntje op. En dan voelen nu die beelden. Ja, spelen is ook belangrijk. Maar inderdaad, dat we weer gaan voelen. En inderdaad, ja, dat mogen vertrouwen op ons eigen navigatiesysteem. Dat is het, ja. Ja, ja, ja. Mooi gezegd. Ja. Hey, en dus een vervolg voor jou, Ferdinand? Of heb je zoiets van, poeh, was nogal dat die organiseren zo? Ja, dat sowieso. Nou, ik wil mezelf geen organisatie noemen, meer een facilitator of ondersteuner, zeg maar. Ja. Kijk, de dames als Heidi, weet je, die hebben het gedaan. En dat is alle credits naar hun. De enorme voorbereiding en route uitstippelen en melden bij de gemeente en communiceren met alle dingen. Heeft Heidi dat ook voor Amsterdam gedaan? Sorry? Heeft Heidi dat ook voor Amsterdam gedaan dan? Nee, Heidi was voor Eindhoven. Ja. Amsterdam was weer een andere club. Dus zo hadden we door het hele land heen een stuk of 10 opgepakt. Oh, oké. Ja. Ah, snap ik nu. Ja. Ja, dus daar zit het echt het meeste werk in. En wat ik dan heb gedaan is dingen faciliteren, ondersteunen, mensen met elkaar in verbinding brengen. Mm-hmm. We hebben een denktank gemaakt voor de flyer. Dus die rode flyer die je net in je handen had. Mm-hmm. Ja, dat is niet uit één iemand eventjes gekomen. Daar wordt over nagedacht door meerdere mensen. Van, hey, sta maar hier echt achter als groep. Ze staan die zinnige dingen. Je mag OPN er wel op, hè? Wat zeg je? De OPN erop. Onafhankelijke Pers Nederland. Staat die er ook op? Ja. Nou, die mag er ook op. Oh, die mag er ook op. Jazeker. Nee, maar kijk, die flyer is te klein om maar een beetje uit te leggen wat er gaande is. Het is een trigger. Ja. En daarna moeten de mensen het echt zelf gaan doen. Er is zoveel. En er is ook heel veel lelijke bagger waar je gewoon echt, ik wil er niet eens in kijken. Je weet het, oké, prima. Ik hoef het niet te weten. Ja. Het gaat erom om mensen aan het denken te zetten. Want heel veel mensen zeggen nog steeds tegen mij, sorry Fer, ik heb geen zin om me erin te kijken. En dan denk ik, hallo, weet je, alles staat op het spel. Hè? Die wet wordt straks veranderd. Die wet wordt veranderd. En ze hoeven maar dit te doen. En ook de willekeur regeert straks. Want als je straks in de wet hebt dat je 1,5 meter afstand moet houden en niemand houdt zich eraan, dat zie je nu al, niemand houdt zich eraan, van de week 5000 man tegelijk die zich er niet aan hielden. Dus je houdt je er niet aan. En op een gegeven moment kan iemand bedenken, oh, ik ga die man aanhouden en een boete geven van 4. Dus het is de willekeur die dan gaat regeren. Je moet alleen een wet invoeren, al ga je hem ook echt handhaven. En dat gebeurt nou niet. En dat is de chaos die nu ontstaat, die alleen maar groter wordt. Wat alleen maar meer onrust geeft. En dat gaat echt de verkeerde kant op. En daar willen wij dus iets aan doen. Van jongens, rustig aan. Even lezen, even in verdiepen. Met z'n allen, even nadenken. En bij elkaar blijven. Niet gaan verwijderen van elkaar. Nou, maar dat gebeurt nu. Hè? Dus ook, hè, door al die protesten nu voor George Floyd en Black Lives Matter, maar ja, All Lives Matter. Het is gewoon nu allemaal, wordt het daarop gestort, terwijl er volgens mij iets veel belangrijkers aan de hand is met Hillary Clinton, waar we onze aandacht aan mogen geven, met een heleboel e-mails waar ze zich nog steeds voor mag verantwoorden, maar waar je helemaal niets over hoort in de mainstream media. Ik ben blij dat je dat ziet, Eva, want daar wil ik wel graag even op inhaken. Ja. Ik ben heel blij dat je dat ziet, want die hele Black Lives Matter beweging, ik vind het natuurlijk vreselijk dat dit gebeurd is, hè? Dat er een man gewoon ook in de oog van de camera vermoord is. En het is verschrikkelijk. Maar dus, hier zit iets achter. En waar het voor mij heel erg naar riekt, is dat er een soort van dat we afgeleid worden om toch weer naar iets anders te kijken, wat mensen heel erg in emotie brengt, waar mensen boos om worden, mensen strijdvaardig door worden, en met duizenden tegelijk overal ter wereld
voor een demonstratie gaan. Terwijl er iets heel anders aan de hand is op het moment. En het lijkt wel zo van, goh, kijk eens even daarnaar, want dat is ook erg. Nee, we moeten kijken van, wat is er nou werkelijk aan de hand? Ja. Los van het feit dat racisme verschrikkelijk is, de moord van die man is afschuwelijk en ik leef ontzettend met ze mee. Ja. Mensen die het persoonlijk aangaat, maar er is iets anders aan de hand en ik kan niet blijven zeggen, er klopt iets niet. Ook aan deze beweging, Black Lives Matter, er klopt iets niet. Met alle respect naar alle rassen, kleuren, geloven, religies. Nee, maar Annie hier ook uit All Lives Matter. George Soros met zijn Antifa. Juist. Ja, dus mensen, inderdaad, kijk verder dan inderdaad je neus lang is. En... Ja, maar dat is ontzettend moeilijk. Als je niet goed op de hoogte bent, dan is het ontzettend moeilijk om het te doorzien. En dat is ook wat we willen doen. Lees ook even van, nou, we verwijzen natuurlijk naar een aantal verschillende media, een aantal mensen die onderzoek hebben gedaan. Dat zijn gewoon serieuze wetenschappers. Het zijn niet mensen die zomaar wat zeggen. Het zijn mensen die serieus al ontzettend lang, al decennia lang bezig zijn met onderzoek hiernaar. Mm-hmm. En die kun je gerust vertrouwen en dan kun je gerust lezen van wat gebeurt er nou eigenlijk werkelijk? En als je al die puntjes met elkaar gaat verbinden, dan zie je een geheel. En dan kan het echt in één keer zijn dat je denkt van, wow, holy cow, wat gaan we nou krijgen? En ja, volgens mij is dat ook een stukje ontwaken. Ja, er zijn wetenschappers die erop staan. Het is ook bijvoorbeeld Tisha Boy J. Die is gewoon super grappig. Ja, die is eigenlijk op een hele leuke manier, wat we allemaal ergens wel van binnen voelen. Van ja, doe eens normaal met je nieuwe normaal. Het is een tijdelijk abnormaal, weet je. Laten we wel even normaal blijven doen met elkaar. En hij heeft heel veel leuke video's. En ja, die komen ook gewoon binnen bij mensen. Van ja, inderdaad, er klopt iets gewoon niet. En iedereen heeft wel ergens iets van, er klopt iets niet. En dat is gewoon belangrijk om daar wel eventjes serieus mee om te gaan, ja. Ja, nou super. Ja. Ik ben helemaal trots en blij dat jullie ook daaraan meewerken. Aan deze movement, beweging, awakening, hoe je het dan ook wil noemen. Maar het is toch de meest bijzondere tijd om te leven, 2020. Ja, je ziet ons alle drie lachen. Ja, ja. Nou ja, eigenlijk wel. Wij voelen ook gewoon, het komt gewoon goed. Maar niet omdat we moeten niet op de bank blijven zitten en al helemaal niet naar de mainstream media kijken. Maar we mogen van die bank opkomen en zelf inderdaad doorvoelen. En ook zelf bewust zijn dat wij een onderdeel in deze film spelen. Net als The Neverending Story, die jongen die dat boek leest. En dan op het eind achterkomt dat hij die naam voor die prinses mag bedenken. En dat ze bang zijn voor het grote niets. Het is echt een... Oh, dat is echt zo'n mooie film. Ja, als je hem nog niet gezien hebt, echt de jaren 80 film. Maar zo waar. Klinkt goed, ja, absoluut. Het is een enorme film. En we hebben echt een rol die een uitkomst gaat bepalen. En dat vind ik zo leuk. En... iedereen moet echt naar zijn eigen binnenste luisteren, wat die unieke rol is. Je kan niet tegen iemand zeggen, jij moet dit of jij moet dat. Dat is helemaal niet de ultieme wereld waar we in zouden kunnen leven. Je hoeft niks opgelegd te krijgen van een ander. En dus dat is het enige eigenlijk, echt onze kern wat wij willen, is van, luister nou echt naar je eigen echte binnenste. Want daar voel je het al lang dat er iets niet klopt en dat je iets moet gaan onderzoeken. En dan weet je vanzelf de antwoorden wel te vinden. Ja. En als je helemaal uit die angst blijft zitten... Ja, dan ga je niet goed nuchter nadenken over dingen. En dan moet je helemaal mensen die dat dan raven, diepste binnenste, je innerlijke ik. Hè, dat is gewoon je ziel. Kijk, wij zitten hier gewoon in een ruimtepak. Hè? Dit is je ruimtepak. We zijn hier, dit is onze meat suit. Je wou het minder zweverig maken, begrijp ik. Ja, nee, maar daar ben ik gewoon van. Ik ben van de innerlijke reizen. Ja, nee, maar het is ook een reis waar we in zitten. En dit is ons ruimtepak. En die ziel, als we doodgaan, Heidi, wat is jouw theorie met wat er gebeurt? Nou, ik heb helemaal geen theorie. Oh. Ik ga je niet vertellen wat er gebeurt als je doodgaat. Want ik denk dat er al genoeg zijn die dat gedaan hebben. En we gaan het allemaal meemaken. Oh. Wat ik in ieder geval weet is dat de dood is zo symbool voor zo ontzettend veel in het leven. En voordat we doodgaan denk ik dat het goed is dat we eerst gaan leven. Yeah. En die dood is eigenlijk, dat is iets wat altijd met ons meeloopt. Want de dreiging is er altijd. Dus het heeft heel erg met angst te maken. En tijdens het leven zijn mensen bang om dood te gaan, maar probeer die angst eens aan te kijken en probeer eens even door die dood heen te gaan. En wat is dat nou werkelijk? En waar we straks terechtkomen, de ene noemt het de hemel, de andere noemt het het universum, de andere die... Dus we hebben er allemaal mooie namen voor en we zijn religies aan verbonden en overtuigingen. En het maakt helemaal niet zoveel uit wat mijn overtuiging is, maar ik denk dat het goed is om gewoon bewust daarnaar te gaan kijken van
wat klopt er bij mij? En, want een iemand die de islam aanhangt, die gelooft in iets heel anders dan katholicisme. Maar dat wil niet zeggen dat ze alle twee ongelijk hebben. Nee. Ik heb echt de antwoorden niet, want het is voor mij net een groot mysterie. Alleen ik ben er al wel mijn hele leven mee bezig. Dus ik heb veel meer gelezen en onderzocht en zelf ook ervaren. En ook gezien in mijn werk. Maar dat wil niet zeggen dat ik de antwoorden heb. Nee. Maar dat doet er ook helemaal niet toe. Het gaat om de weg erheen. En iedereen mag zijn eigen beleving hebben als het gaat om de dood. En, maar laten we het vooral ook even bij het leven houden. Ja, want en het leven is bedoeld voor de fun of it. Voor de ervaring en het moment. En we zitten nu zo in die angst worden we gehouden. En dat echt niet de bedoeling is, mensen. Nou ja, ik denk dat leven niet alleen maar fun is. Ik denk dat we wel degelijk een taak hier hebben. En als ik om me heen kijk, zie ik toch dat mensen het toch meer als een soort van automatische piloot zien om hun leven te doorstaan. Als een soort van programma wat ze doorlopen. En ik vind het interessant om daaruit te stappen en te kijken van wat biedt het leven hier dan nog meer? De dood komt dan ook vanzelf in beeld. Ja. Eva, ik wil even inhaken op wat je zei over dat in die angst houden. Want heel veel mensen kijken mij dan aan van ja, hoezo dan? Maar je ziet bijvoorbeeld hele simpele dingetjes al waaruit blijkt dat we in angst gehouden worden. Ja, die kat die vindt het zo goed. Hey, maar bijvoorbeeld, dan lees je in de statistieken van de RIVM, ja, er zijn wel zoveel jongeren besmet geraakt. Een groot getal. En dan ga je dan inzoomen. Er zijn nu ook jongeren besmet geraakt. Die. Ja, of op de IC beland. Maar dan ga je, wie zijn de jongeren? En dan moet je doorklikken en doorlezen. En dan zie je ineens als ze de term jongeren gebruiken tegenwoordig ineens voor 40 tot 55-jarigen. Oh, nee, wij horen nog bij de jongeren. Ik ben 54. Hele rare definitiewijzigingen die plaatsvinden. En daar hoor ik steeds meer van definities die nu ineens omgezet worden. Oh, ja. 1,5 meter blijkt amper echt te werken. Of een mondkapje blijkt amper echt te werken. Vooral in de buitenlucht. En dan komt er ineens nu een advies van de WHO uit. Dat ze toch wel adviseren. Een blinddoek. Buiten een mondkapje op moeten gaan doen. Een blinddoek. Ja, maar hoe kom je in godsnaam op zo'n... Hey, we zijn toch aan het versoepelen. Hoe kom je in godsnaam op zo'n advies? Ja. Terwijl het slecht is voor je eigen gezondheid. Het werkt nauwelijks. Ja, onderdrukking. Ja, vind ik heel vreemd. Nou, ik denk dat heel veel mensen nu wel een beetje voelen van... er klopt iets niet, maar wat het dan precies is... Ja, dat mogen mensen zelf gaan uitzoeken. Ik zeg het ook, zoek het zelf uit. Vinden mensen heel irritant. Noem dan bronnen, Eva. Je moet me helemaal uitkouwen wat het is. Nee, dat hoef ik niet. Je mag het zelf uitzoeken. Ja, bepaalde dingen moeten mensen zelf op kunnen zoeken als ze daar vragen bij hebben. Als jij met een heftige nieuwe claim komt, moet je altijd wel eventjes een bij zetten. Maar die blauwe zal je bewijzen zoeken. Ja, de lucht blauw ga je ook geen bronvermelding van doen. Nee. De dingen moeten mensen ondertussen wel een beetje zelf gaan begrijpen. Ja. Hey, heb jij nog iets toe te voegen, Heidi? Dat je zegt, nog even leuk iets. Nou ja, wat Ferdinand net zelf zegt en jij ook, van doe je eigen onderzoek. En ik denk dat dat heel belangrijk is, want iedereen doet het op een andere manier. En we vullen elkaar allemaal aan. Dus het is gewoon belangrijk dat we verder gaan kijken dan dat wat op de televisie verschijnt. Ik ben er echt van overtuigd dat de reguliere media, dat die ons gewoon in een bepaalde hoek drukt en maar een heel eenzijdig beeld geeft, waardoor mensen echt denken dat beeld dat de waarheid is. En er is nog zo ontzettend veel meer. En ja, dan vergelijk ik ook nog even met leven en dood. Er is echt veel meer dan wat wij zien. Wij denken echt het centrum van het universum te zijn. Nou, forget it. Het is gewoon helemaal niet. Maar het wordt tijd dat we wakker worden en zien dat er gewoon nog veel meer is, zonder dat er voor zwevers worden uitgemaakt. Ik bedoel, we zijn gewoon allemaal mensen met een goede achtergrond, met een opleiding. Mensen die gewoon hun verstand op de goede plek hebben zitten. Maar ik wil ook naar mijn hart blijven luisteren. En ik denk dat heel veel mensen dat bijna dreigen te verliezen door de maatregelen die er nou getroffen worden. Ja. Vooral de jonge mensen die nou moeten opgroeien. De kinderen die nou moeten opgroeien, die weten straks niet beter als dit doorzet. En dat wil ik gewoon voorkomen. Ik wil voorkomen dat mijn kinderen en kleinkinderen straks eigenlijk niks meer voelen. Alleen nog maar denken en volgen. Ja. En ik denk dat we daar heel erg van moeten waken. Van jongens, waar zijn we in hemelsnaam mee bezig? Let op, kijk naar de volgende generaties. Wat laten wij straks achter? Ja. En het gaat niet alleen om mij. Het gaat helemaal niet om mijn belang. Ja. Maar het gaat om ons allemaal en om onze toekomst. Ja, en ik wil ook nog de komende 50 jaar hier rondlopen.
in blijheid en ook serieus zijn. Ja. Ja, in ieder geval dat het zinvol is en dat je denkt dat er in ieder geval dat je niet namens iemand anders iets aan het doen bent, dat je niet orders aan het opvolgen bent, maar dat je je eigen leven leeft. En volgens mij, als je geboren wordt, moet je gewoon het leven mogen aangaan in vrijheid. En natuurlijk zijn er regels, maar wat er nu gebeurt is voor mijn gevoel geen leiderschap. Nee. Wat ik nu zie is geen leiderschap, dus de echte leiders mogen wat mij betreft gaan opstaan. Nee, ik ga niet. Ja, nou ja, we moeten allemaal opstaan, ja, want we zijn het allemaal, denk ik. Als zij opstaan, dan zijn wij de leiders van de toekomst. Ja, en, dat is ook wel een beetje het gevoel wat ik zelf heb. Weet je, altijd maar het wachten op een leider. Ja. Je vervalt van het ene in het andere. En als we nou een beetje iets geleerd hebben van de wereldgeschiedenis, is het wel dat geld en macht corrumpeert. Nou, wanneer gaan we nou eens daarvan afstappen? Ja. Maar we blijven maar denken, nee, niet hier in ons gekke Nederland, ons koude kikkerlandje. Maar ja, natuurlijk kan dat ook hier. Ik zeg niet waar, ik weet ook niet waar, maar er gebeuren hele vreemde dingen. En ja, laat maar je cijfers zien en laat maar transparant zien wat er precies gaande is. Dan is die argwaan ook weg, maar nu wordt die argwaan alleen maar groter. En ja, persoonlijk, ik ben het er helemaal mee eens, je bent je eigen leider. Je weet zelf veel beter in te richten met je eigen omgeving, hoe je dingen moet inrichten lokaal, in plaats van dat alles centraal geregeld moet worden. Kijk, bepaalde dingen zijn echt belangrijk dat het centraal is. Ja, ik vind het zo leuk. He, klimaatproblematiek en bepaalde dingen moet je gewoon wel met elkaar afspreken, maar ook dat kan je vanuit het decentrale. Ik heb die film Planet of the Humans gekeken, Michael Moore documentaire. Die heb ik gisteren gekeken over dat ze dan gewoon bomen verbranden om de nieuwe biomassa, de energie te gebruiken. Ja. Ja. Kijk, er zit ergens een financieel incentive en boom. Er wordt massaal en dan is het weer over. Dan is het te veel. Hey, maar mensen, we kunnen hier nog 2 uur over. Ja, heel lang, ja. Maar dat gaan we niet doen, want spanningsboog. En jullie willen ook gewoon lekker even chillen. Jullie hebben ook gewoon een enerverende, drukke dag gehad. Zeker. En ik wil jullie bedanken. Ik vond het leuk om erbij te zijn, Heidi, bij jou. En wellicht gaan we dit nog 1 keer per maand. Moet toch wel kunnen, zoiets. Want ik vind het een leuk concept, om het zo maar even te noemen. Door die wijken rijden, met auto's. Er gaat een vervolg komen. We gaan verder. Hè, de mensen, maar op de manier waarop, we blijven continu kijken in onze denktank en gewoon door blijven denken van, nou, wat kunnen we nog meer doen? Ja. We zijn natuurlijk met zo'n grote club mensen die echt iets willen doen. Dus dat gaat verder en En deel even nog onder deze video de link naar de Telegram-app van Uprising. En dan kun je daar ook aanmelden. Hè. Zit je nu te kijken, dan kunnen mensen dat ook aansluiten. Dat is niet onze officiële naam, hoor. We zijn gewoon een club mensen samen. Ah, maar je moet iets een naampje geven, dus maakt niet uit. Het volk, we zijn de mensen. Het volk. Nou, dank je volk dat jullie de naam om even te vertellen hoe het was vandaag. Dan gaan we gewoon afsluiten. Ik ga afscheid van jullie nemen. Dankjewel, Heidi. En fijne avond nog. En veel plezier. En wie weet zien we elkaar in het echt nog. En jij ook, Ferdinand. Dankjewel. Ja, jij ook bedankt, Eva, voor al je aandacht. Dankjewel, Eva. Dag. Doei, doei. Bye-bye. Ciao. Doei. Yes, en dan ga ik jullie nog even het geluid uitzetten. Want anders blijf ik jullie horen. En dan ga ik jullie nog even achterlaten met mijn eindfilmpje, mijn outro. En hopelijk blijven jullie ook kijken naar Onafhankelijke Pers Nederland. Er is nu ook een Facebookpagina en een Facebookgroep waar je bij kunt aansluiten. We zitten natuurlijk op YouTube en op Instagram. Dus we groeien elke keer verder. Het is nu de 3e week volgens mij, maar we gaan echt super hard. En we zijn ook op zoek naar jou. Dus ben jij een waarheidszoeker? Ben jij een creatieve geest? Ik ben op zoek naar jou ook met mijn team. En we hebben een heleboel soorten mensen nodig. Dus mensen die kunnen video bewerken. Super zijn bijvoorbeeld met vormgeving, die leuke plaatjes kunnen maken voor social media. Ook met social media beheer, maar ook administratie, financiën, alles komt aan bod. Dus kijk of je voelt van ik wil hier een bijdrage aan leveren. In eerste instantie zou dat op vrijwillige basis zijn, maar we zijn wel aan het kijken hoe we hier echt gewoon een hele professionele organisatie van neer kunnen zetten. Mocht je de video nog niet hebben gezien van Jeanette Ossebaard, zou ik zeker even kijken. Die staat ook op het YouTube-kanaal. Het was een 20 minuten durend interview wat wij hadden toen we ook in Den Haag waren. En dat is gewoon superleuk om te zien wat zij allemaal te vertellen heeft. Een echte waarheidszoeker is Jeanette Ossebaard natuurlijk. En dan ga ik jullie nu achterlaten met het laatste filmpje. En dan zie ik jullie hopelijk snel weer een keertje terug bij de Miss Nature Talkshow of het Awake News. Of bij OPN.
Leuk dat je hebt gekeken. Een mooie nieuwe wereld maken wij samen. Als iets in ons gesprek jou geraakt heeft, laat het dan zeker weten in een reactie en deel deze video, zodat we samen kunnen groeien naar een hoger bewustzijn. Bekijk eerdere uitzendingen van de Miss Natural Talkshow op missnatural.nl/talkshow of het Miss Natural YouTube kanaal. Goed om te weten, alle uitzendingen verschijnen ook als podcast op Spotify en SoundCloud. Houd je vibratie hoog en graag tot de volgende uitzending.